Ik moet even iets kwijt. De afgelopen jaren ben ik meer gaan hardlopen voor conditie, om af te vallen en voor fun. Maar ondanks dat ik wel gewoon tijd had, ging ik veel minder vaak dan dat ik zou willen. Ik had altijd wel een excuus. Ik was moe, het regende, het was al laat, het is veel te koud. Of het was donker. En altijd zei ik tegen mezelf: nee, ik ga morgen wel. Mijn werk organiseerde een zaalvoetbaltoernooi. Ik heb heel even getwijfeld om me in te schrijven, maar uiteindelijk dacht ik bij mezelf: ja, klinkt leuk. Oké, kijk. Ik weet het, ik voetbal nooit, maar wist ik veel dat dit me meteen 5 weken rust zou opleveren? Zo meneertje, dat ziet er niet mooi uit. Je rectus femoris, patatas bravas, is gescheurd. 5 weken niet sporten. No! 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 One eternity later. Maar na 5 weken rust mogen mijn hardloopschoenen weer uit de kast en ik mag eindelijk weer lopen. Klaar, rennen maar. Oh.